Dan zeg ik bij deze. Goedemorgen. Iedereen in chat. En op de stream. Wat gezellig dat jullie er weer bij zijn. Vandaag ben ik een wrak. Officieel. Maar dat maakt niet uit. Kom helemaal goed. Hoe gaat het vandaag met jullie? Dames en heren van de stream. Dat maakt niet uit die 15 minuten. 16. Maakt niet uit die 15. 14, weet ik veel hoe moet het zijn. Ik hoor me. Oh, misschien komt het omdat ik mezelf weer eens niet gemute heb. Is het nou beter? Is het nou weg? Oké, mooi. Dan stond ik gewoon niet goed gemute. Ah ja, niet één yes, maar dan krijg je er twee. Dat zou wel worden. Ik ga eerst even een kopje thee zetten. Ik heb kou, jongen. Niet normaal. Ik begon gisteravond. En het wordt steeds erger. Dus ik ga even iets doen. Het enige probleem is, onze waterkoker is kapot. Dus ik moet het even op het gas van huis moet ik het in een pan warm maken. Echt. Elke keer dat ik gekloot, jongen, dan kan ik ineens even normaal een bakje thee zetten. Dat is echt. Zo is het. Dat moet je doen. Dat gaan we doen. Old school. Dat is weer het nut. Hè? Als je gewoon met je computer in de keuken zit, dan kan je er gewoon zo bij. Het is echt relax. Eigenlijk niet, want het is altijd in de stank van dingen. Ik heb echt nergens zin in vandaag, weet je. Fuck is mijn warm gebeurd. Old school. Oké. Wij gaan maar eens even door de lijst heen. En als er iets moois staat, dan pakken we die. Het moet wel onder de 16 zijn. Ik vind het jammer, anders had ik echt even Saints Row gespeeld. Gisteravond was Saints Row echt wel lachen. Oxy, vind jij het goed als ik Saints Row ga doen? Zo niet, geef het geel. Dan doen wij het niet. Yep, rules are rules. Oké, dan slaan we die over. Daar gaan we voor. Oh, daar gaan we voor. Yep, dat komt helemaal goed. Wij gaan voor. We gaan voor Banjo-Kazooie. En waarom? Dit is mijn childhood game, naast Zelda. Ik heb er honderden uren in gestoken als kind. En zelfs nog... What? Sorry, even afgeleid. De lucht is hier pikzwart. Dat zie ik net. What? Oké. 9 uur gespeeld. We gaan gewoon even een rush doen. Ik pak gewoon een nieuwe banjo. Ahoe! Yep, skip intro. Listen up. Ik vind die Camp the Blubber nog wel steeds de meest originele stem hebben. Oh ja, ik heb ook ooit, we kunnen misschien wel een banjo run doen. Ik heb hier, ik heb Banjo-Kazooie, ik heb Banjo 2 en ik heb ook Nuts & Bolts. Maar Nuts & Bolts is de minst leuke.
Net zo'n Bolt is geen Kampanya Kazooie. If you want me to teach you some basic moves, press B if you think you're already good enough. Very well, I'll give you your basic moves. Had ik hem goed, toch gaan we eens even die dingen halen. Op. Oh, dat kan dan toch niet. Dat is een ander spel. Het is geen Banjo-Kazooie. Het concept is super top, dat wel. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik vind het hele bouwen en bedenken van wagens en zo, dat vind ik echt briljant. Nou, met proberen puzzels op te lossen. Maar voor de rest, ik vind het echt geen Banjo-spel. Het is een belediging in de richting van Banjo. Als het nou gewoon een serie was die niet aan Banjo stond, dan had het echt wel een meer respect mogen hebben, vind ik, eerlijk gezegd. No! Wat op zich wel raar is, je kan hier, kan je volgens mij niet meer de shop en stop dingen halen. Omdat ik hem alleen in een andere save heb gehaald. Oh, sit down son. And give you a music lesson. Zo, dat verstilde dan al wat geklap van models. Ik zal even proberen, als jullie het goed vinden, om de resolutie wat hoger te zetten. Is dat goed? Meer kwaliteit. Gewoon kijken hoe goed mijn internet vandaag is. Ik heb echt geen idee. Oké. Ben ik zo terug? 2 seconden. Maar ik pak gelijk even mijn